Mogelijk gemaakt door Beestenplein, welzijnscentrum voor huisdieren. Wij dragen bij aan het huisdierwelzijn en proberen mensen zoveel mogelijk van ze te laten genieten. Hoe? Onder andere door natuurlijke voeding van de beste kwaliteit aan te bieden. Door kennis te vergroten, bijvoorbeeld door middel van workshops, cursussen en andere activiteiten. Op onze website is heel veel gratis informatie te vinden. Door onze cavia-opvang Kaviaplein, zodat jaarlijks vele cavia's een nieuw baasje vinden. Door met onze aai- en knuffelploegen op bezoek te gaan bij verzorgingstehuizen en scholen. En door andere goede dierendoelen te steunen met goede voeding of een financiële bijdrage. Meer weten? Check onze website www.beestenplein.nl of shop op shop.beestenplein.nl. Zo, hoi allemaal. En in deze aflevering wil ik iets meer gaan vertellen over hooi. Wat is hooi? Waarom is hooi belangrijk voor konijnen en cavia's? En wat kan je eigenlijk doen om je dieren meer hooi te laten eten? Want dat valt dus blijkbaar niet altijd mee. Wat is hooi? Nou, dit is dus hooi. Hooi is eigenlijk gewoon gedroogd gras. En het is de hoofdvoeding voor cavia's en konijnen. En dat wil zeggen, ze moeten er de hele dag onbeperkt van kunnen eten. Het is dus geen stro. Hooi is groen. Stro is geel en stro is geen gerooggras. Stro is eigenlijk een restproduct van granen, waaronder tarwe of gerst. En het is eigenlijk de stengel die overblijft nadat wij de granen zelf eruit gehaald hebben. Ja, hooi. Waarom is hooi zo belangrijk voor cavia's en konijnen? Dat is eigenlijk omdat het natuurlijke gedrag van de dieren heel erg nabootst en ook hun natuurlijke voedingsbehoeftes. Hooi bevat veel vezels, weinig energie. En dat wil zeggen dat ze er heel veel van kunnen eten zonder dat ze er dik van worden. En dat is precies wat ze moeten doen. De hele dag door eten, eten, eten. Het komt er ook net zo hard weer uit, dus heel efficiënt is het niet. Maar wel belangrijk. Het zorgt ervoor dat het gebit gezond blijft. De tanden van konijnen en cavia's groeien hun hele leven door. En door maalbewegingen te maken met de tanden en de kiezen blijft het gebit gezond. Dat gebeurt dus niet als ze brokjes eten. Die zijn vrij makkelijk te kauwen en bevatten juist veel energie. Dus eet je cavia of konijn de hele dag brokjes, dan krijgt hij niet alleen gebitsproblemen, maar zal hij ook nog eens dichtgroeien. De rest van het spijsverteringsstelsel van een cavia en een konijn is ook gebouwd op het eten van veel voedsel, wat eigenlijk vrij arm in samenstelling is. En daarvoor is hooi dus een prima oplossing. Waarin herken je nou goed hooi? Ten eerste, zoals je kunt zien, het is mooi fris groen van kleur. Daarnaast is het niet te stoffig. Hooi is nou eenmaal een stoffig product. Als ik zo een beetje schud, zullen we misschien ook wel wat hooi, of wat stof eruit zien vallen. Dat is normaal, maar er moet geen hele stofwolk uitkomen. Die cavia's zitten daar ook nog eens heel de dag met hun neusje bovenop. Dus op het moment dat er heel veel stof in zit, zullen ze ook veel gaan niezen. Het moet ook fris ruiken, niet te muf. En het liefst wat losser in de zak zitten, waardoor het nog wat mooier van structuur is. Ik krijg heel vaak de vraag, goh, mijn konijn of mijn cavia die houdt niet zo van hooi. Dus wat kan ik daaraan doen? Er zijn eigenlijk een aantal dingen die je daaraan kan doen. Om eigenlijk te stimuleren dat je dier meer hooi gaat eten. Ten eerste geef dus goed hooi zoals dit. En ten tweede varieer. Variëren betekent ook automatisch eigenlijk dat dieren meer gaan eten. Dat doen we zelf ook. Als we een heel buffet krijgen, eten we ook veel meer dan wanneer we gewoon een bord aardappels voor ons neus geschoven krijgen. En dat geldt gewoon ook voor hun. Daarnaast, als je veel verschillende voedingsmiddelen geeft, krijgen de dieren ook veel verschillende voedingsstoffen binnen, waardoor de kans op tekort kleiner is. En waardoor je eigenlijk zelfs meer voedingsstoffen aanbiedt dan nodig. En dat is gewoon supergoed voor je dier. Wat doe ik dan om hier in de opvang ervoor te zorgen dat de cavia's en de konijnen voldoende hooi eten? Dat is eigenlijk het volgende. Als basis krijgen ze dus gewoon goed hooi. En daarnaast krijgen ze enkele keren per week andere soorten hooi. We hebben hier graag Timothy hooi. Dat vinden ze hier ongelooflijk lekker en wij vinden het ook een heel fijn product om mee te werken. Het fijne van Timothy hooi is dat het weer net iets anders is van samenstelling, waardoor ze het dus iets liever weer eten. Daarnaast bevat het weinig calcium. Dat maakt het een ideale basis voor blaaspatiënten die juist weinig calcium mogen eten. En dan is calciumarm hooi gewoon ontzettend fijn. De dieren krijgen hier in de opvang ook vaak groene haver bij. Groene haver is eigenlijk het product wat van het haverplant afkomstig is. Het wordt op een bepaalde manier gedroogd waardoor de voedingsstoffen goed behouden blijven. En het bevat enorm veel vezels, maar ook veel mineralen. De meeste konijnen en cavia's zijn er helemaal gek op. Dus we gebruiken het hier ook heel vaak op het moment dat dieren zich niet helemaal topfit voelen of er niet helemaal goed uitzien. Om juist ervoor te zorgen dat die eetlust goed gestimuleerd wordt. En ook na bijvoorbeeld een operatie leggen we het erbij naast het hooi, zodat ze gewoon kunnen kiezen of ze dat willen eten. Luzerne is ook een product wat we hier graag gebruiken. Dit is juist heel calciumrijk, dus als je blaaspatiënten hebt, geef dat juist niet. Luzerne is ook nog eens hoger in het eiwitgehalte dan normaal hooi. Luzerne is overigens geen hooi, maar een vlinderbloemige plant. Dus het valt eigenlijk niet eens onder het hooi. Daarnaast bevat het ook veel mineralen en dat betekent dat het dus ook een heel fijn product is om bij te geven aan dieren die niet in optimale conditie zijn. Om ons net een beetje een boost te geven. Maar het kan natuurlijk voor alle dieren gewoon net een beetje extra bieden. En daarnaast krijgen ze bij ons heel vaak kruidenmixen bij, eigenlijk bijna dagelijks. Die kruidenmixen die bevatten niet alleen kruiden, maar ook grassoorten, kruidenstengeltjes, blaadjes en andere producten die vaak ook laag in het energiegehalte zitten en hoog in het vezelgehalte. En het fijne is dat je met zo'n gedroogde mix heel veel variatie kan geven. Zonder dat je er eigenlijk veel voor hoeft te doen. En dat is echt een goede aanwinst voor hun gezondheid. Daarnaast geven we ook graag nog kruidenhooi. Kruidenhooi is vaak hooi wat echt heel fris groen eruit ziet. En wat ze echt heel graag eten. Dit is eigenlijk een soort gezonde tractatie die je er nog bij kan geven. Vaak zitten er dus ook, zoals de naam al suggereert, wat kruiden erheen, zoals kamillebloemetjes of goudbloemetjes, rozenblaadjes. Dat is gewoon ook heel leuk voor ons. Maar de cavia's die vinden dat ook heel erg lekker. Dus mocht je nou de volgende keer denken, joh, mijn cavia's of mijn konijnen, die eten nou eenmaal niet zo graag hooi. Bedenk dan wel dat dit essentieel is voor hun gezondheid. En stimuleer ze dus om veel hooi te eten. Om te beginnen dus door gewoon goed hooi te geven, wat dus fris, groen en stofarm is. En ja, eten ze het dan nog niet zo graag, varieer dus met bijvoorbeeld kruidenhooi, Timothy hooi, gezonde kruidenmixen. Om ze maar lekker aan het eten te houden op een verantwoorde manier. Mochten ze er dan nog moeite mee hebben, beperk de brokjes, weeg ze eens af wat er op de verpakking staat. Of halveer het desnoods, omdat ze alles wat ze aan brokjes eten niet meer aan hooi kunnen gaan eten. Terwijl het hooi dus eigenlijk belangrijker is. En wie weet verbaast het je nog wat je konijnen of je cavia's allemaal lusten.